Hoi, ik ben Jeroen en dit is VP Today. Vandaag, trainer Te Werven kritisch, Slutsky is boos, De Ligt weer op het trainingsveld en Mourinho en Pogba hebben ruzie dankzij wifi. Gisteravond was het zover. De Rijswijkse amateurclub Te Werven mocht voor de KNVB-beker aantreden tegen het grote Ajax. De uitslag was te verwachten, 0-7. Niks mis mee zou je zeggen, het kwaliteitsverschil is gewoon veel te groot. Maar toch kreeg ik het idee dat trainer Huip van Oostrom zich erg wilde profileren. Voor de wedstrijd sprak hij zijn mannen toe alsof het Louis van Gaal zelf is. En na afloop was hij boos op een van zijn spelers. Zijn nummer 8 zou tot 2 keer toe niet met de lopende man zijn meegelopen. Zit er een geintje, jongens? En dan denk ik, meneer, waar maakt u zich druk om? Het is gewoon een verschil in kwaliteit. Jullie hadden toch wel verloren en wees blij dat het bij 0-7 is gebleven. En blij dat je niet de keeper van Achilles hebt. Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper, zeg. Godverdomme, waar hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk, wat een kutkeeper hebben wij, zeg. Nog een trainer die boos is en nu op een iets hoger niveau, Vitesse-coach Leonid Slutsky. Hij is boos over de omstandigheden waarin zijn team moest aantreden tegen de amateurs van RAKV Volendam. That's so very, very sad. Het veld vond hij een baggerveld en ook de lichtinstallatie voldeed niet aan zijn wensen. Ik zie niks niet meer. Overigens won Vitesse de wedstrijd wel gewoon met 2-1. Goed nieuws voor Ajax, Matthijs de Ligt is op de weg terug. De aanvoerder traint vandaag als het goed is met de groep mee en er wordt al gekeken of hij eventueel komende zaterdag tegen Fortuna kan spelen. Hierbij zal logischerwijs ook rekening worden gehouden met de pot tegen Bayern München een paar dagen later. De Engelse pers kan er maar geen genoeg van krijgen, de verstandhouding tussen Mourinho en zijn sterspeler Paul Pogba. Van de week meldde de Daily Mail al dat ze elkaar niet meer kunnen luchten en zien en dat dit onder andere komt doordat Pogba te harde muziek had gedraaid in de spelersbus. Maar de Sun doet daar nog een schepje bovenop. Het zou vooral liggen aan een slechte wifi-verbinding. Tijdens het bekerduel met Derby County zat Pogba op de tribune en probeerde hij wat op Instagram te zetten. Dit lukte echter niet door een probleem met de wifi en dus werd de post pas na de wedstrijd geplaatst. Dit kan toch zeker niet! Dit is godverdomme internet! Een wedstrijd die werd verloren door United en dus heeft Mourinho nu het idee dat het verlies Pogba koud liet. Flink, hè? Dat is het enige wat ze kunnen. Met een telefoontje spelen. Hè? Geen echo wat doen. Nou, dit was hem. De VP Today voor vandaag. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer als je het nog steeds niet gedaan hebt. En voor de rest zou ik zeggen, heel graag tot morgen. Doei!